Het viel een hemels dauwe. Dat is een lied dat in heel veel vormen tot ons komt. Maar oorspronkelijk was het een kerstlied. En ik zing voor u de vorm zoals het staat in het Utrechtse Sint-Agnes-handschrift. Dat is zo rond 1480. Op, laten we zeggen, de meest simpele melodievorm. Want behalve de tekst heeft ook de melodie zich natuurlijk in de loop van de tijd ontwikkeld. Die hemelse dauwe komt dan natuurlijk over Maria. Maria wordt daardoor zwanger. En in de eerste coupletten zegt Jozef, maar hij is niet van mij, dus wat zal ik doen? Het viel een hemels dauwe op een jong maagdelien. Men zag niet meer een wonder, dan deden dat kindelien, dat van haar werd ontvangen, in een ootmoedig woord. Adam wil niet verlangen, gij werd daarbij verhoord. Die maagd werd met kinden, niet reiner en werd gezien. Als Jozef dat verzinde, die dochter, ik mag wel vlien, ik wil Marieën laten, ik en bin die vader niet, en de gaat heen mindere straten, eer mij meer schand geschiet. Met troostelijker woorden sprak hem die engel aan, Jozef, en wilt niet zorgen, keert weder zalig man. En de blieft bij uw gade, het is boven nature kracht, dat God, die hemelse vader, in Mariën heeft gevraagd. En daarna komt er een keizerlijk bevel dat er een volkstelling gehouden moet worden. En Maria en Jozef trekken naar Bethlehem. Daar vinden ze niet of nauwelijks onderdak. En Maria baart een kind. Hier nakorts is gekomen een keizerlijk gebod, dat niemand uitgenomen zie komen met ter spoed, die van Adam is geboren, en de brengen zien tribuut, of komen in keizer storne, dat riep men overluut. De Bethlehem dat zie kwamen, bewiest ons die schriftuur. Een herberg zie vernamen, men wieste haar die deur, zie en mochten nergens ene, men wieste haar altijd voort, die hemelse koningin, en was daar niet gehoord. Een huisken daar zie vonden, dat kwalijk was gedekt. Daar Maria terzelver stonden, haar stedekin in heeft gezet. Daar waart die maagd moeder en baarde een kindekin. Des mensen vader en de broeder, hoe mocht hij ons nare zien? En dan gebeurt er iets dat we eigenlijk nooit in een kerstlied horen. Na de 16e eeuw volstrekt verdwenen. Het kindje gaat huilen en het lied zegt dan: Maria, haal je ronde borsten tevoorschijn. Het kind wil de hemelse dauwe, de inspiratie van de hemelse vader. En dat moet via de uier van de min, oftewel de tepel van de voedster.
toen het kindelien was geboren, het weende terzelver stond. O vrouw van Nazarenen, haalt uit uw borsten rond, die vader van den trone, doch is ter minnen uur. Nu zoek zinnen waarden zone van den hemelsen dauwvervuur. Zie nam hem in haren armen, zie zetten op haren schoot, zie kusten wel duizend warven. Zie dankt en menig fout, dat wie die waren verloren, verlost zien, jong en oud, waarom hij is geboren, om te kwieten onze schout. Maria mag het reine, daar God zijn rust in nam. Bid voor ons gemeine, pijt ons dat goddelijk lam, opdat wie mogen raken, al boven in hemelriek. Daar vroogd is boven maten, men vindt hier geen geliek.